peeps, Wesley hier met een nieuwe video. Maar voor ik deze video wil gaan starten, wil ik eerst nog even iets zeggen. Zoals jullie misschien al in de nieuwe kanaaltrailer hadden gezien, was dat ik vanaf nu mijn kanaal meer wil gaan focussen op de Pokémon dingen. Maar Harry Potter en die dingen die komen ook nog allemaal wel terug in mijn kanaal. Maar de main point van mijn kanaal wordt Pokémon. En daar wil ik dus super graag ook Pokémon kaarten dus gaan verzamelen en uitpakken op camera. En ik had een tijdje terug op eBay een paar kaarten, twee kaarten besteld van een promo set uit de vijfde Pokémon film van mijn twee favoriete slechterikken uit de Pokémon series. Die wil ik dus vandaag graag laten zien. Dus laten we beginnen. Dit is de eerste kaart. Het is Oakley's Ariados, oftewel Sanners Ariados. Dat is haar Japanse naam. Ja, als je de vijfde Pokémon film hebt gezien, dan zul je haar wel kennen. Deze kaart, dit is Sanners Elfie. Hij wil niet garen tellen. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ja, hij is garen gesteld. Dus dit is Sanna's Elfie, oftewel Annie's Espeon. En de verkoper van Annie's kaart, van Annie's Espeon, die heeft mij ook nog deze promo Zalande kaart en deze kaart. En deze kaart weet ik eigenlijk niet uit welke set die komt. Dus ik vind het ook niet op het internet. Ik vind wel kaarten die erop lijken, maar niet de kaarten, niet helemaal hetzelfde. En wat ik ook nog had gekocht, deze, een Bandai. Ik ga hem openmaken, dus laten we beginnen. Daar is hem, de Beast Ball van het merk Bandai. Ik ga hem unboxen. Hier is die dan. Je hebt er ook een clipje van achter zitten, zodat je hem aan je riem kunt hangen. En je kunt hem normaal ook openmaken. Oh, je moet hem er dan afhalen. Oké. Oeh, hij laat los. Of hij is gewoon kapot. Ik denk dat ik hem kapot heb gemaakt. Is niet waar, hè? Oh nee, het is niet waar. Dus dit is de binnenkant. Dit kun je er normaal gezien uithalen. Je hebt hier normaal ook gezien nog snoepjes in zitten. Die je erbij in kunt steken. Maar die zie ik nu niet zitten. Je hebt wel een staandertje. Ultra Ball, zo heet je in het Japans. En er staan ook nog vraagtekens op hier. En allemaal verschillende ultra beesten. Het zijn snoepjes. Hier zijn de muntjes. Die kun je er zo insteken. En daarvoor is die eigenlijk gebouwd. Het zijn eigenlijk munthoudertjes. Maar je hebt deze ook allemaal in verschillende soorten pokeballen. Ik ga ze er nu insteken. Dan moet je dit er zo opsteken. Dan kun je dit zo naar de zijkant schuiven en zo. Muntjes uithalen. Oeh, dat is pittige munt. Dat was de video alweer, mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet ook zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren hier beneden. En dan zeg ik later en geniet van de outro. Doei!